Dus het idee van een mini-gitaarfestival waarbij je, waar mensen in contact kunnen komen met hele andere stijlen van gitaarmuziek die ze normaal niet kennen. Want je gaat misschien naar een gypsy-gitarist, een fingerstyle-gitarist, een synthie-gitarist of een blues-gitarist. En dat idee sloeg zo aan dat, nou ja, dat we eigenlijk nu 22 jaar later nog steeds bestaan. Wisselen, maar op een hele organische manier zijn Digmond en ik eigenlijk de harde kern geworden. De hooligans van de gitaar. en is Zumanajara, de Malinese gitarist die ik ook al heel lang ken uit Groningen. Dat was eigenlijk een soort derde vaste waarde. Met wie wij speelden. We hebben Brazilië hebben aangedaan. We hebben Afrika natuurlijk gedaan met Habib Quarté. Je bedoelt met gedaan, bedoel je die stijl gespeeld? Of bedoel Dus toen we Afrika gingen spelen was zo erg in zijn element. Daar begreep ik eigenlijk helemaal niks van waarom. Maar zo toen hadden we op Habib Quarté, wat een grote Malinese gitaarstijl is in Zaga. Mm-hmm. En daar hadden we ook percussie. Elke tournee hebben we, Dig en ik, eigenlijk de ideeën die wij in de auto met elkaar bespreken, is, hij heeft gezegd, daar willen we nog eens een keertje mee spelen. En zo zijn we eigenlijk 20 jaar eigenlijk altijd een soort, wat ik nog zou willen, lijstje af en toe gemaakt, wat ik nog graag een keertje zou willen doen. En op ons programma stond zeker tijdens deze tournee nog eens een keertje, programma rond Carlos Santana. Maar dat is wel een archetypische gitarist. En het idee was eigenlijk van Zoe is overleden in de zomer van 2020. We hebben de corona achter de rug, 2 jaar lang. En toen bedacht ik dacht dat het een heel erg leuk idee was om met Stochlo en Paulus te gaan spelen. Ja. Ik ken ze beide al, geloof ik. Nou, ik weet niet, 120 jaar, veel te lang. Ik ken ze beide al heel erg lang. En ik denk, nou, dat is een ontzettend leuk idee om te gaan spelen.
Jan ontmoet 12 jaar geleden in Amersfoort. We hebben daar opgetreden, grote jazzfestival. Traden jullie samen op al? Nee, oh, mijn eigen band. Ah, oké. Okay. Dus wie komt daar binnen? Jan Kuiper. Kon hem nog niet. En hij keek naar mij en zo, hoe we speelden. Nou ja. En na het aflopen kwam Jan naar mij en, oh, wat heb je goed gespeeld. En ja, en die. En ik hoorde van hem ze heel zijn praten dat hij ook een muzikant was. Zeg, kan je ook spelen? Ja, een beetje. Maar dat zeggen alle grote gitaristen. Nou, en hij heeft me een keer uitgenodigd. Ben ik in Groningen gegaan. Hebben we een beetje samen gerepeteerd. Nou, ik zag gelijk, hè, wat die, ja, hele goede muzikant. Maar niet normaal. Hij heeft een optreden geregeld. En vanaf toen die tijd zijn we samen. En ja, geweldig. We hadden ook een schuurgitarist nodig, een distortion-gitarist. Dat is Marcel de Groot geworden. Dit speelde, toen kwam Jan toch wel heel enthousiast op een gegeven moment ergens een kleedkamer binnen en riep dit is de band voor de komende 10 jaar. En toen dacht ik, ik zit in een bandje. Ik begon met gitaarspelen toen ik 10 was, omdat er een poster van Eric Clapton aan de muur hing. dat zag er zo cool uit, dat wilde ik ook. Ik had toch geen idee wat het allemaal inhield, maar een man in een wit pak en een soort stratocaster en een goede baard, dat klopte allemaal, dus dat wilde ik ook. En toen bleek dat ik zijn muziek ook wel helemaal te gek vond. Dus ik werd bluesgitarist. 30 jaar geleden ben ik daar professioneel mee aan de slag gegaan. Nu zit ik hier. Gezien. Mm-hmm. Dus alleen zo rond 2000, toen mijn kinderen groter werden, toen mijn kinderen groter werden, had ik geen zin meer om er voor één concert naar Stockholm te vliegen. Of één concert in Marseille en de volgende dag in Warschau. Nou, ik weet dat ik in Halle, Oost-Duitsland speelde. Ja. En dat was op de donderdagavond op een heel groot festival met allemaal Amerikaanse muzikanten. En op vrijdagmiddag om 3 uur begon het kinderfeestje van Vera. Mijn eerste dochter. Dan moest je thuis zijn. Dus ik heb die muzikanten 's ochtends met een geweer heb ik ze uit hun bed gehaald. En daar waren ook een paar sportschooljongens bij. Tuurlijk. Met knuppels. Nou, heb jij dat niet nodig? Nee, heb ik niet nodig. Ik heb heel veel overwicht. En ik reed de transit. En waarom? Ik denk 2 uur had ik iedereen afgeleverd in het hotel in Groningen. Dan reed ik door naar het kinderfeestje. Ja. Zo. En toen deze ezeltje prik. De kinderen waren nog heel klein. En toen was dat kinderfeest. Dat is wel een beetje mijn leven geweest toen ik als jazzmuzikant. Ja. En ik had er geen zin meer in. Mijn hersenen die zeggen
dat ik je straks ga missen. Ja. Maar er zijn ook delen van mijn hersenen. Die hebben het totaal tegenovergesteld. Ja. Ik zit helemaal in. Ja. De 5B-gitaars, iedere tour is een andere samenstelling geweest. Is dit de tour waarvan ik vind dat ja, de mannen elkaar aanvullen? Ze spelen allemaal een andere stijl, ze geven elkaar de ruimte. Ja, dit is de 5B-gitaars, denk ik, voor de komende zoveel jaar. Dit is gewoon het leukste clubje ever. Ja. Ja, super relaxed. We gunnen het elkaar. We gunnen elkaar het beste. En ook daar spelen we ook gewoon heel fijn met elkaar. Ik krijg een beetje het vriendengevoel. Geen ego's en geen respect. Ego's. Dat zijn de enige de twee dingen die je hierop kunt plakken. En dat komt bijna nooit voor. Nee. In muziek. Klopt. Dus dat de muziek voorop staat en al die andere dingen niet nodig zijn. Ja. En dit is een... waar het om gaat is dat de muziek... de vrijheid geven, zeg maar. Ja, we laten elkaar spelen. Ja, we laten elkaar spelen. En make the other musicians sound good. Dat is wat wij vinden. Ja. En dat is gewoon niet altijd zo. Daar hoef ik niet veel over te zeggen, maar dat is hier wel zo. En we kunnen het samen met z'n vijven heel goed vinden. Want die tour wat we nu gedaan hebben... Nou, dat was 30 theaters... En dat ging zo mooi en zo flexibel. En je voelt ook in ons muziek dat we geen wedstrijd aan het doen zijn. Marcel is goed in wat hij doet. Degmon is goed in wat hij doet. En zo hebben we ieder zijn ding. Het is geen wedstrijd, het is samen muziek maken. Daar gaat het om. Daar ben ik heel blij mee. En wat heel erg leuk was, na afloop gingen we naar onze auto. Daar kwamen mijn twee moeders. Die kwamen met eraan. Kindjes. Met hun kindjes. En er was zo'n jongetje met zo'n brilletje. Oh, van die stiekeltjes. En die vroeg, speel je gitaar? Ja, ik speel ook gitaar. Ik zei, wil je een handtekening? Ja, toen kwam hij dus met papiertje. Mag ik een handtekening? Ja, natuurlijk kan je een handtekening. En er was nog een jongetje. Hij speelde elektrisch en de ander speelde nylonsnarig. En zijn zusje, die had prachtig mooi zo'n roze tutu. Prinses? Ja, dat was gewoon een prinsesje. En die zei, ja, ik speel viool, zei ze. Dat is echt zo lief. Ja, zo toen zeiden we ook van, dan krijg jij geen hand in. Nee. Ja, kom op. Ja. Ja, ja, zeg. Kom op. Plek heeft waar hij zich thuis voelt in dit ensemble, laat ik het zo even zeggen. Ja. Dus Marcel die zorgt voor de scheurgitaar, zeg ik dan maar. Stachelon Paulus die zorgt voor die onontbeerlijke gypsy jazz, hè, de synthie swing. Ja, en wij zijn een beetje de verbindende factor. Dicht doet de bassen. En ja, maar dat is ook wel een beetje jouw ding. Jij kijkt ook naar de muzikanten met wie je speelt. Ja. En je laat ook iedereen in zijn waarde. En daardoor breng jij ook het beste in hun naar boven. Ja. Omdat je laat Stochelo niet een scheurzo. Nee. Je laat Marcel niet een gypsy zijn.
eigenlijk het eerste 30 jaar dat ik een totaal los ding doe. Iedere avond is geïmproviseerd, werd ook maar 3 keer gerepeteerd. Dat is voor mij al gehoord. Meestal was dat 4, 5, 6 weken. En dan volle dagen, van 10 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds, blokken en buffelen. En wij zijn 3 keer bij elkaar gekomen. En dat is een beetje in grote lijnen wat we gaan doen. En de show maken op het toneel wel. Dat is heerlijk, geweldig. Dat is ontzettend vrij en ook heel scherp. Je bent daardoor heel erg aan het luisteren vooral. En luisteren is toch het belangrijkste deel van muziek maken. Daar heb ik nog iets ontdekt. Dat heb ik in mijn loop van mijn leven heb ik dat ontdekt. Des te beter de muzikanten waar je mee speelt, des te minder je af moet spreken. Hoe lang hebben we gerepeteerd? 3 keer. 3 keer. En dat was het. En daarna stonden we al op de bühne met elkaar. En dat, dan ontstaat er bij iedereen ontstaat er een soort relaxedheid. Want je hoeft niet te presteren. En dat was bij ons ook zo. Ja. En want je kent het, de uitdrukking, wat zijn 5 gitaristen die dezelfde partij, hoe noemen ze dat? 5 gitaristen die dezelfde partij proberen te spelen. Polyfonie. Maar dat geldt ook voor 2, hè? Dat zeggen ze dan. 2 gitaristen die dezelfde partij proberen. Ja. Wat is dat? Polyfonie. Nou ja, ik ben natuurlijk groot geworden in de jazzmuziek, maar vooral in de Nederlandse jazzmuziek. En dat was vaak een drummer die deed jing, 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 en een walking bass. En dat was een soort IKEA-achtige vorm van de jazz. En totdat ik, om maar even op de Afrikanen terecht te komen. Ik kende in Groningen natuurlijk ook wel jongens die speelden Afrikaanse muziek. Die hadden dan dreadlocks en die zat daar ook een soort heuf of zo'n ding. Totdat ik op een bepaald moment via Zoudiara. Hij zei, ja, ik heb ook een neef en een vriend van hem. En dat zijn Papsek en dat zijn de Dramanjara. Hij zei, die kunnen wel een keer meespelen. Ja, ik wist van niks. En ik speelde met die jongens. En ik denk, nou snap ik alles. Nu snap ik het helemaal. In Nederland was strak spelen, was steeds een drummer die steeds de beat helemaal vasthield en nooit meeging. En deze jongens, op het moment dat ik tempo maakte, gingen ze sneller. Als ze moe waren, nou wachten ze gewoon eventjes. Dus dat was een hele organische manier van spelen. En dat kan je niet kopiëren. Dat kan niet. Dat is hoe je ademt, hoe je leeft, hoe je bent geboren, hoe je hier weer weggaat. Dat is iets wat je niet. Dat is 2000 jaar ritmecultuur als ik over Afrika spreek. Ja, ik denk ook nog langer, ja. En dat kun je niet kopiëren. En zolang als ik met hun heb gespeeld, was dat voor mij altijd van. Dat is waar het om gaat. En ook met hun, eigenlijk waren de afspraken kon in een lucifer-doosje. Weet je wel? En je speelde gewoon. En daar ging het om. En met Sinti is dat hetzelfde. De eerste keer dat ik dat ik Stochlo ontmoette ook, niks afgesproken voor mij. Gewoon gaan spelen, we zien het wel. We trappen wel een standaard af en we kijken wel waar we terecht komen. Dus
automatisch ga je dan met Afrikanen spelen. Je gaat je erin verdiepen. Je gaat met Sinti's spelen. Je gaat erin verdiepen. Hoe spelen jullie? Maar ik ben me altijd heel erg terdege van bewust dat ik een Groninger ben. En dat is een ander... Ik kom uit een andere achtergrond. En dat is ook goed. Dat iedereen zich bewust wordt wat zijn roots zijn. Want die roots geven iets authentieks aan elke muzikant. Of je nou een reggae muzikant bent of een heavy metal gitarist is, dat maakt niet zoveel uit. Maar als jij je roots steeds kunt voelen in alle solo's die je speelt. En nou, kijk maar, dat is toch wel een Paulus. Maar alle Sinti-gitaristen waar wij in de loop van de tijd mee hebben gespeeld. Daar zit een soort echtheid aan. Dat kan je niet faken. Ja, niet alleen de solo's, hè? Nee, alles. Slag. Slag, alles. Ik heb heel veel reggae gespeeld. Dat heeft mij als klein kind altijd geboeid. Mijn broer die gaf mij op een gegeven moment een t-shirt van Bob Marley met een LP. Van ga maar luisteren. Nou, ik was helemaal verkocht. Ja. Toen kwam ik ook jongens tegen en bij een sessie, reggae sessie, deed mee. Ik werd gelijk gebeld, gevraagd voor de band Johnny Baby. En inderdaad door heel Nederland en daarbuiten. Dus heb ik jaren gedaan. Leuk. En tegelijkertijd hadden we een bandje, James heet dat. We wonnen toen de Dutch Jazz Competition. Dat gingen we ook over de hele wereld. En zo heb ik eigenlijk, toen wij speelden, toen zag Jan mij spelen. En was komen kijken. Toen heeft hij mij gebeld van, wil je met mij meedoen? Ja, natuurlijk. Zo zijn wij al 20 jaar. Dus de samenwerking is wel, bevalt ook heel goed. Meer dan. Oh, fantastisch. Ja, meer dan. Alleen hij vindt van niet. Ja, dat ben ik ook wel weer gewend. Ja. Ik ben er echt zo flauw van. Hij is zat. Ja. Ik dan niet en ik blijf maar aandringen. Ja, Jan. Ja. Jan. Moeten we weer praten? Nee. Wij zijn sowieso het verschil. Leraar, leerling is helemaal verdwenen. Natuurlijk. Ja. Maar het is altijd leuk om te vertellen, want je bent het wel geweest. Zeker, maar. Ah, nog wel een beetje. Maar ja, jij bent een leraar en ik ben een leerling. Ja, precies. Nee, het is mijn policy was altijd van als je zelfs leraar serieus neemt. Als jij eens een keer verkouden bent of je kunt niet, dan moet je tegen je leerling zeggen, ga jij daar staan. En doe jij het ook. En dat is altijd mijn policy geweest. Anders kun je zelf als leraar niet serieus nemen. Nee. Duidelijke leraar. Want ik vroeg altijd naar mijn leerlingen van, wat wil jij? Wat wil jij? Ja. En dat maakt ook dat je gewoon je eigen ding kan doen. Ja, snap ik. Dat je jezelf kan ontwikkelen, dat je op niemand hoeft te lijken. Ja, en natuurlijk, Five Great Guitars natuurlijk, dat doet Stoffel Rosenberg ook mee. En Stoffel Rosenberg, de Mount Everest van de Gypsy Jazz natuurlijk, zegt Jan altijd. En dat is hij dan ook. En ja, Stoffel is ook niet alleen maar een goede gitarist, maar ook een hele goede hart, een hele goede fijne man. Ja, ik vind het echt zo'n relaxe tour. We hebben 30 theaters. We moeten dan nog 2 gaan, denk ik. 2 of 3. Nou, voor mij vloog dit voorbij. En dat is dan een hele goede teken. Want je ziet de tijd niet. Ja. Het is zo leuk met die jongens. We hebben echt pret samen. We doen heel veel gekheid. Lachen en doen. Kijk, en dan is zo'n tour. Die tijd zie je niet meer. En dat vind ik het leuke. Dat het echt... al die jongens die op het podium zitten, er is niemand hoger als een andere. Ieder geeft elkaar de ruimte.
En wat ik ook zo leuk vind is met de vijf leden gitaars van nu, 2022, is dat ieder zijn eigen stijl heeft. En ook een andere klank. Ja. Ja, ik en Paulus hebben dan de Django Reinhardt gitaar. Ik heb mijn uitgestrekt met een soort steamer. Ja. Paulus met een jack. Ja, Jan dan elektrisch. Marcel ook weer een heel ander geluid, ja. Rockgeluid. Ja, en Dichtman is natuurlijk de motor van de band. Hij is de bassist. Maar ik vind dit heerlijk om te doen. Ik vind het absoluut heerlijk. Al die jongens. Ik vind ze gewoon echt goede mensen om mee samen te werken. Ik kan daar niks anders over zeggen dan alleen maar goede dingen, zeg maar. Er is niets wat ik zeg, bijvoorbeeld, ja, maar dit of maar dat. Of, nee, dat is wel zo. Ja, en ik ben echt heel blij ook dat Jan mij gevraagd heeft voor deze tour. En voor mij is het dan ook een beetje een beademing nu. Als ik altijd, wat ik in mijn leven had, de Gypsy Jazz. En nu doe ik dit, zijn we 3 maanden bezig. Dit is weer een vernieuwing, ook voor ons. Ja. Als we na de 3 maanden dan weer de Gypsy Jazz gaan spelen, of in Samwaak, noem maar iets, of al die andere festivals, dan is dat toch weer nieuw. Ja. Want je hebt een hele tijd dit gedaan. Ja. En ik vind dit echt leuk om te doen. Absoluut. Ik kan alleen maar zeggen dat ik heel trots ben dat ik naast zulke grote muzikanten meedoen en mee kan spelen. Stap ik in de bus en dan ga ik met mijn apparatuur naar een theater. Dan denk ik, ah, ik mag weer. Dus het zal wel na zaterdag even moeilijk worden, denk ik. Na het laatste concert. Na het laatste concert in Groningen. Ik wist niet dat ik het in mijn hand. Ja, ik wist dat ik het in mijn hand. Oh, jij wist dat. De laatste, maar wat was dat dan?
Maar we kwamen de burger ook mee. Nee, die vier of vier. Ik vergat, ik deed maar twee maten. En het moest er vier zijn. En toen was ik ook, ik denk van, wat voor gek moment met de klok. Ja, ja. Terwijl ik zei, nou ja, what the fuck. Ja, zeker. What the fuck. Maar wel, een stukje ging wel weer voor. Ja, ja. Afrikanen zijn altijd, muziek is een oceaan waar je in dit leven maar een handjevol water uit.